hallo allemaal. Welkom terug voor een nieuwe aflevering van Infinity Next. Ik ben Maarten Bovee en vandaag hebben we General Manager van Cybercontract bij ons. Ja, Stef Vermeulen, welkom. Dankjewel Maarten, bedankt voor de uitnodiging. Ja. Ja, Stef, we gaan het vandaag over de wereld van verzekeringen hebben. Kan je misschien iets wat vertellen over jezelf en over het bedrijf? Ja, verzekering. Het lijkt een erg saai onderwerp. Maar eigenlijk ben ik daarin gestapt met een heel technische achtergrond. Ik ben eigenlijk gestart als ontwikkelaar, dus ik heb wel wat technische bagage in heel dit verhaal. Ik ken de Cybercontract ook al wel langer. Volgde hen, vond het eigenlijk van in het begin een heel interessant concept. Ik ken wat van de venoten ook. En in tal van gesprekken kwam die interesse toch wel meer en meer naar boven. En hebben we dat van begin juli dit jaar bezegeld tot effectieve samenwerking. Mooi, mooi. Ja. Nu, ja, je volgde zo een aantal jaar. Ja, ik ook eigenlijk, om eerlijk te zijn. Wat heeft jou zo aangetrokken? Het ganse cybersecurity, cybercrime verhaal is natuurlijk wel heel acuut. De trends in de richting van cyberincidenten, van welke aard dan ook, die gaan alleen maar de hoogte in. En hetgeen wat dat mij echt wel aansprak bij Cybercontract was dat zij in plaats van een platte verzekering te willen verkopen, echt oplossingsgericht te werk gaan. Dus stel dat u met een cyberincident geconfronteerd wordt, en dat is hacker, ransomware, dat is met een laptop is gestolen, stond bedrijfsdata op, enzovoort, enzovoort. Is er een hotline naar waar dat een klant kan bellen? Die is 24/7 bemand door lokale mensen. Dus als het probleem van die naart is dat die IT-expert de auto moet inspringen om ter plekke te komen helpen, dan kan dat. En dan is er een samenspel van IT Forensic Services die naar het probleem op zoek gaan, dat isoleren ook natuurlijk, proberen te remediëren samen met de IT-partners, al dan niet. Als ook juridische diensten die daaraan verbonden zijn, klacht neerleggen, communicatie voeren naar de buitenwereld. Dus dat is een heel oplossingsgerichte aanpak eigenlijk dat die van die hanteren. Ja, als ik het een beetje mag stellen, het gaat veel verder dan gewoon een brandverzekering of een andere familiale verzekering. Ja. Dit is echt wel een oplossing proberen te bieden. Ja. Voor het concept, ja, cybercrime, dat toch vaak heel complex is. En, absoluut. En veel verschillende facetten heeft. Nu, Stef, als we daar naar gaan kijken... jullie werken vandaag, ja, een verzekeraar, om het misschien zo een beetje duidelijker te maken en voor ons publiek. Jullie maken de verzekering zelf, jullie verkopen ze door via verschillende kanalen. Hoe werkt die wereld van verzekeringen en hoe werkt dat nu juist voor Cybercontract? Ja, terechte vraag. Cybercontract kunnen we eigenlijk definiëren als, verzekeringstechnisch dan, een masterbroker. Dat wil dat zeggen dat wij eigenlijk niet zelf de verzekeraar zijn, dan wel ook een makelaar, broker. Maar hetgeen wat wij doen is, we berusten op het verzekeren door een verzekeraar. In ons geval is dat AIG. Dus zij nemen eigenlijk al het risico voor hun. Maar de bewoording, de oplossing aan zich is helemaal Cybercontract. Dus schrijven wij een polis uit, dan is dat een Cybercontract polis. En alle financiële dekking die daarachter zit, wordt eigenlijk gecoverd door de verzekeraar. Ons primaire verkoopskanaal zijn de verzekeringsmakelaars. Dat zijn dan de makelaars die echt wel met de KMO's, met de ondernemingen bezig zijn. We verzekeren ook alleen maar bedrijven ten andere. Dus ja, eigenlijk is dat ons primair sales channel om die verzekeringen effectief tot bij de bedrijven te brengen. Okay. Ja. Begrijp ik het dan goed dat jullie dat product zelf een stukje hebben vormgegeven en echt wel geontwikkeld hebben ook? Ja, absoluut. En er was echt wel een zeer bewuste keuze in hetgeen wat ik vertelde, die hotline bijvoorbeeld, dat dat lokale mensen waren, 24/7 beschikbaar, zodanig dat onze klanten, toch typisch de Belgische KMO, dat die niet met een helpdesk in Engeland verbonden geraakten.
of dat je lange wachttijden hebt of dergelijke meer. Maar dat het echt mensen van hier zijn die meteen in actie kunnen schieten. Ah, ja, zo'n hotline, dat is 24/7, vermoed ik. Want vaak is het toch wel niet binnen de kantooruren dat dit soort dingen vaak gebeuren. Ja, dat is ook wel interessant natuurlijk voor heel veel partners, resellers die we hebben. Maar als jullie dan een andere IT-partner inschakelen, is dat dan ook niet een stukje conflict dat je daar creëert? Ja, zeker ook een zeer terechte vraag. Hetgeen wat wij doen bij het optekenen van een polis is vragen naar de IT-partner. Als een bedrijf al samenwerkt met een IT-partner, vragen wij expliciet naar wie is dat. Wat zijn de contactgegevens? Als het dan zover komt tot een cyberincident, dan zullen zij ook de eerste zijn die gecontacteerd worden om, al dan niet autonoom of in samenwerking met die forensische diensten, van ons een oplossing te zoeken. Dus niet alleen dat, maar er bestaat ook een charter van die bedrijven die voor ons werken, die forensic services die voor ons werken, met de verbintenissen van die klanten, van die IT-partners, nooit commercieel te benaderen. Dus dat staat eigenlijk gebeiteld in een charter dat niet gebeurt. Dus in die zin is dat versterkend. Onze forensische diensten, ja, dat zijn de juiste mensen op de juiste plaats. Hè. Als het dan zover is, want je gaf het zelf ook al aan, de meest vuile aanvallen die gebeuren liefst op een vrijdagnamiddag, vrijdagavond, als je aan een aperitief wilt beginnen en iedereen vertrokken is. En net dan zijn die mensen natuurlijk beschikbaar. Hè. Ja. Komt je nu veel van die zaken zelf tegen dat je erbij betrokken bent of op de hoogte van die aanvallen? Ja, ik moet zeggen, een aantal weken hebben we nog eentje gehad. En dat was dan een bedrijf had verschillende vestigingen en plots, ook weer een vrijdagmiddag, kwam er uit elke printer in elke vestiging van dat bedrijf dezelfde brief gerold. No Escape Ransomware Group. Die eigenlijk de volledige omgeving van het bedrijf gelokt had. Dus alles geëncrypteerd. Dat zijn dan boodschappen met tellers. Hè. Je hebt 96 uur om zoveel bitcoin aan ransomware te betalen. Anders geven we je omgeving niet vrij. Dat is dan een verloop van op zoek gaan naar waar dat probleem zich situeert. Isoleren ook vooral natuurlijk. Samen met een IT-partner op zoek gaan naar wat is de oorzaak, waar moeten we dichten, waar moeten we remediëren. En dat proces, dat gaat dan, dat is eigenlijk wel wat angstaanjagend. Zeker voor de eerste keer, als je dat voor op de eerste lijn meemaakt. En zaterdagochtend belde ik de zaakvoerder van dat getroffen bedrijf. En die vertelde, ja, ik weet dat ik nu in de problemen zit. Het duurt een aantal dagen eer dat alles terug up and running is. Voorlopig is het eventjes met pen en papier. Maar ik ben wel heel blij dat ik onmiddellijk kon bellen en dat ik wist waar naartoe. Want als het fout gaat, ja, iedereen zit naar u te wijzen. Van, we moeten verder, klanten, leveranciers, communicatie. En het is dan op die moment, als je getroffen wordt, dat je echt wel geholpen wilt worden. Ja, en je wilt snel geholpen worden. Ja. En, tijd is cruciaal daar. Hè. Het moet echt wel elke minuut telt eigenlijk. Hè. Ja, ik moet ook wel zeggen, ik ben nu zelf een aantal maanden in dienst. En ik denk minstens één telefoontje per maand krijg ik ook wel van een reseller partner die zegt van ja, we hebben daar een probleem, we hebben mensen nodig die kunnen onderhandelen, die zich onmiddellijk kunnen vrijmaken. Ik kan u ook zeggen, die telefoons die komen niet overdag, hè. Dat is om 8 uur of om 9 uur 's avonds dat je die telefoons krijgt. En dan gaan we snel op zoek natuurlijk, we proberen ook wel een stukje te helpen. Maar dat is hetgeen dat jullie eigenlijk geprofessionaliseerd hebben. Ja. En een proces hebben gevolgd. Dat klopt, ja. Hoe zie je die wereld van verzekeringen rond cybersecurity eigenlijk zelf evolueren? Want er zit ook een bepaalde evolutie in. Ik denk, dus ook de bestuurders, die worden ook meer getarget deze dagen. NIS 2 komt er ook effectief aan. Dat zal misschien ook een impact hebben. Ja. Wat zijn zo de evoluties...
Ik denk dat er zowel op wetmatig vlak dingen gaan veranderen, als ook aan de kant van de verzekeraar. Vandaag de dag is het zo dat in landen zoals Nederland, Noord-Amerika, dat bestuurders hoofdelijk aansprakelijk kunnen gesteld worden als ze niets met cybersecurity doen. En als het regent in Parijs of in Amsterdam, dan zal het wel ooit een keer druppelen in Brussel. Dus ook hier gaan wij zulke evoluties zien. Zeker in nasleep of in nasleep aanloop van heel het NIS-2-verhaal zal daar wetmatig toch van alles rond verstrengd worden. Het is alomtegenwoordig, het is een zekerheid. Het is niet of dat u getroffen zal worden, dan wel wanneer. Dat is ook een wind die men voelt bij de verzekeraars natuurlijk. Daar waar dat vroeger de onboarding van klanten nogal makkelijk verliep, wordt dat nu de dag van vandaag veel strenger. Niet alleen vragenlijsten die klanten bevragen naar wat heb je allemaal geïmplementeerd. De klassiekers rond multifactor authentication, backup strategie, is daar ransomware proof en dergelijke meer. Maar die verzekeraars die willen eigenlijk ook wel effort doen, en dat is hetgeen wat wij met Cybercontract actief aan het doen zijn, is om die klanten meer en meer te gaan enabelen, om die te helpen om veiliger te worden. Cybersecurity is een heel uitgebreid en uitermate technisch verhaal. Of kan dat toch zeker worden? Daar waar wij de deuren van onze kantoren, van onze huizen en de ramen gewoontegetrouw kunnen sluiten. We weten wat dat is, we weten wat dat een badge is, een sleutel en dergelijke meer. Dat is behapbare materie. Is dat voor digitale ramen en deuren een heel ander verhaal? Als je ziet hoe dat heel het internetverkeer loopt, we vinden het allemaal evident dat als we surfen naar de site, dat die proper bij ons op het scherm komt. Maar dat volgt zo'n traject waarin van alles fout onderschept kan worden, dat er heel veel digitale ramen en deuren zijn om te sluiten. En dan kunnen wij ook gewoon niet van iedereen verwachten dat allemaal gekend en geweten is. Dus in die zin willen wij ook heel hard inzetten op het sensibiliseren, op meer en meer klanten, makelaars, zeker ook aware te maken rond heel die problematiek. En de juiste kanalen aan te geven om hen veiliger te maken. Ja. Dus jullie evolueren daar ook echt wel een stukje mee met de markt eigenlijk. Je legt dat trouwens op een heel mooie beeldende manier uit, met de digitale ramen en deuren. Ja. Toch zie ik soms berichten van bepaalde verzekerings... Ik weet niet wat makelaars zijn, of de verzekeraars zijn in het algemeen, die eigenlijk zeggen dat cybersecurity onverzekerbaar aan het worden is. Mm-hmm. Ja, het zit ondertussen natuurlijk op een globale, geïndustrialiseerde schaal. Als je kijkt naar heel het ChatGPT-verhaal, ja, dat versnelt alleen maar die cybercrime. WormGPT, FraudGPT, Ransomware as a Service. €200 in de maand hebben een abonnementje en dan kunnen we beginnen afpersen vanuit uw luie zetel met wat bier en chips. Het is de klassieke crimineel die 's nachts met de koevoet op pad gaat. Ja, dat is wel stilaan gedaan. Dus in die zin moet er gewoon meer en meer effort genomen worden, moet er meer inspanningen genomen worden om dat nog altijd verzekerbaar te houden. En een van de initiatieven dat wij daarvoor nemen, is in plaats van alleen statische vraagstelling te doen bij de onboarding van een klant, heb je deze procedure, doe je dat, enzovoort, gaan wij ook al meteen technisch assessen. Dus wij doen van buitenaf niet-invasieve testen om te zien hoe dan een hacker naar u kijkt. En dat gaat dan technisch gezien dan over gebruik van DNSSEC, SPFD-markrecords die dan goed of niet goed staan voor heel het phishing-verhaal enzovoort. En dat geeft ook al een beetje een indicatie van hoe zit die veiligheidshuishouding eigenlijk in elkaar. Kleurt dat volledig rood, dan zullen wij eerst adviseren om bepaalde acties te gaan ondernemen natuurlijk. Kleurt dat groen, dan nemen wij die graag mee. En dat is ook een continu proces, dus we blijven dat opvolgen. Dus het is niet omdat een bedrijf vandaag groen is, dat jullie
de komende 10 jaar ervan uitgaan dat alles goed blijft gaan. Dat blijft ook, we blijven dat ook evalueren. Dus dat is een continu proces. Ja. En dat is jaarlijks? Of is dat, bij ons is dat maandelijks. Dat zijn maandelijkse processen die effectief lopen. Okay. Nu, dat is maar één aspect natuurlijk. Hè. Dat is het technisch gedeelte. Functioneel willen we dat ook meer en meer gaan doen. En daarvoor berusten wij eigenlijk op een ecosysteem van partners. Bedrijven die daarin gespecialiseerd zijn. Het NIST-framework is daar eigenlijk een goede hulp in. Dus we hebben daar 5 pijlers die draaien rond identificatie. Dat is dan eigenlijk een auditproces dat men gaat uitvoeren bij de klant om te zien wat zijn de gegevensstromen, waar gaat alle data naartoe. Dat is een verhaal rond protection. Dan kijken we typisch naar die partijen die phishing training voorzien bijvoorbeeld, awareness in het algemeen. Derde pijler, het detection verhaal, dat is dan meer technisch effectief gaan detecteren wat dat er mogelijk fout kan lopen. Naast detection hebben we dan natuurlijk heel het response verhaal. Op welke manier moeten we effectief gaan reageren in het geval van een cyberincident? Kan ook zeer uitgebreid zijn, moet ook constant geëvalueerd worden. En dan als laatste het recovery-verhaal. Als het dan effectief fout loopt, welke stappen neem je? En dan komt natuurlijk heel het verzekeringsverhaal ook naar boven. Om even in te zoomen, dat laatste element, wil dat dan zeggen dat jullie vooral tussen beiden komen, vooral legal en alle zaken daar rond, en misschien losgeld dat er eventueel moet betaald worden, maar ook misschien een nieuwe infrastructuur die moet gekocht worden om de zaken terug operationeel te krijgen? Wat zit zeker. Dus het is en blijft natuurlijk een verzekeringspolis. Dus naast het oplossingsgerichte verzekeren wij ook effectief de schade die geleden wordt. Dus eigen kosten die je hebt om alles terug up and running te krijgen, het winstverlies dat je leidt. In die zin is dat eigenlijk wel wat analoog met een autopolis, een omnieuw. Dan loop je natuurlijk het risico dat juist dat stukje dat je nodig hebt niet verzekerd is. Ja. Ik kan verstaan dat die perceptie leeft, maar we proberen daar toch atypisch te zijn. Als in brede definities te geven. Dus een definitie is iets als in de zin van een computersysteem. Ja, daar zouden eigenlijk heel veel kanten mee uit kunnen. Er zijn scenario's waarin gezegd wordt een computersysteem is alleen die software die custom voor u ontwikkeld is en business kritisch is. Dat is het gedeelte wat we verzekeren. Wij proberen daar heel breed in te gaan. Is dat uw laptop die gestolen wordt? Is dat de software die daarop draait? Is dat cloud software die eruit valt? Is dat de leverancier die met uw ERP-systeem een update heeft uitgevoerd op productie die fout loopt en je ligt eruit? Dat zijn computersystemen. Dus heel breed. Zegt in die definitie. Oké, interessant. Want het is wel vaak zo, en ik denk dat mensen dat vergeten, het is vaak niet alleen de ransomware, de aanval, de hack dat je voor hebt, maar het is ook vaak na zo'n moment dat je eigenlijk een groot deel van je infrastructuur ook gewoon moet vervangen, best. Het recovery verhaal is en blijft het meest intensieve, zowel geldgewijs als tijdsresources. Dat is een ontzettend intensieve fase. Okay. Zeg je nu, welke evolutie zie je zelf zo binnen die aanval in de markt? Oktober werd helaas ingekleurd als een van de meest succesvolle ransom maanden. Dus die trend die zien we alleen maar stijgen. Die ransomware verhalen die zullen alleen maar blijven toenemen. Dat is omwille van het feit dat ze het ook gewoon heel makkelijk hebben. Hè. De gegevens die circuleren op het dark web, die worden ook lustig verhandeld. En zoals gezegd, je kunt eigenlijk met bestaande pakketten redelijk ongezien en ongestraft je ding doen. Dus de buit die er te vinden is, is gewoon enorm, enorm groot, wereldwijd. Je moet maar iets uitpikken en je bent vertrokken. En het is daarom belangrijk dat iedereen mee inzet op heel dat veiligheidsverhaal.
Er is ook zo'n beetje de discussie, ja, we zitten met te weinig profielen die kennis, terdege kennis hebben over heel dat cyberverhaal. Ik denk dat wij gewoon meer en meer moeten inzetten op awareness te creëren bij iedereen. Dat iedereen het veiligheidsverhaal draagt, zodanig dat we het hackers moeilijker en moeilijker maken. Ja. Een stukje de human firewall ook een stukje voelde. Ja, absoluut. Om het zo te zeggen. Ja. 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 Zeg, en voor jullie als bedrijf, als cybercontract, waar evolueren jullie naartoe? Wat zijn zo de dingen die de komende 3 jaar op de roadmap liggen? Ja. Of zijn dat geheimen? Dat kan natuurlijk ook, Stef. Nee, wij willen eigenlijk een zeer innovatieve, vooruitstrevende partner voor onze klanten zijn. En niet alleen het plat verzekeringsgedeelte aan de man brengen, dan wel heel oplossingsgericht te zijn. En niet alleen reactief, maar ook proactief. En ik denk dat daar onze toekomst wel in bestaat. Onze klanten, prospecten te helpen om veiliger te worden, heel het verhaal verzekerbaar te houden. En als het fout loopt, dan hebben ze in ieder geval een plaats waar dat ze terecht kunnen. Ja, ja. En want een groot deel van ons publiek zijn eigenlijk resellers en MSP's. Hoe kunnen zij ook met jullie bepaalde zaken doen? Of we zijn daar eigenlijk heel sterk op zoek naar kwalitatieve spelers in de markt die in dat domein van die 5 pijlers van NIST eigenlijk omvat dat het ganse security verhaal natuurlijk hun steentje kunnen bijdragen. We zoeken echt een ecosysteem van trusted, misschien in de toekomst certified partners te kunnen hebben die wij aan onze klanten kunnen voorstellen, waar dat wij van weten dat is een goede partij om u te helpen. Dus die richting willen wij sowieso meer uitgaan. En zijn dus ook echt sterk op zoek naar nog meer partnerships in die zin. Ja. Ja, ja. Ja, we merken dat ook, hè, in onze klantenportefeuille. Je bent echt wel een groep van klanten te krijgen die zich echt wel helemaal aan het verdiepen zijn binnen het cybersecurity verhaal. Denk je, veel bedrijven kunnen wel het algemene verhaal doen. Maar het is zo'n complexe materie. Je komt een beetje uit een DevOps-wereld. Ik heb ook een klein beetje DevOps-programmatie gedaan. Dan ben je wel mee, maar je hebt zoveel manieren dat je eigenlijk je binnengeraakt, geautomatiseerd, scripted. Dat is, Ja, en we hebben daar tal van voorbeelden van natuurlijk. Er zijn klassieke verhalen die helaas de dag van vandaag nog altijd gebeuren. Als in van iemand vindt een USB-stick, wil hem in zijn computer steken om te zien van wie dat hem is. En dan is het kwaad geschied natuurlijk. Dan zijn die mannen vertrokken. En het vreselijke in dat soort verhalen is dat die hackers zich afzijdig houden gedurende een hele lange periode. Alles wat in het oog proberen te houden, hoe dat het verloopt. Liefst proberen tussen te komen in communicaties met leveranciers over openstaande facturen. En plots zijn een paar honderdduizend euro kwijt. En ze is effectief weg dan natuurlijk. Hè. Ja, dat zijn soms wel de grotere dingen. Ik ken zo iemand en als wij ergens naartoe gaan en hij ziet daar ergens een vorm dat je moet invullen op een tablet, probeert hij dat script van die tablet eigenlijk. Dat is misschien een beetje onschuldig, maar je kan er ook wel heel veel kwaadaardige dingen mee doen dat mensen eigenlijk niet doorhebben. Die persoonsgegevens laten doorsturen. Paswoord. Zelfs via een eenvoudig script. Absoluut. Waar je ergens iets moet invullen op een event of zo. Er is technisch, zoals dat je zelf aangeeft, zoveel mogelijk. Op zoveel manieren, via zoveel verschillende kanalen. Softwarematig, hardwarematig. QR-codes zijn blijkbaar ook een probleem aan het worden. Ja, ze noemen dat een dag van vandaag quishing, om er maar een woord aan te geven. Ja, dat heb ik de vorige keer gehoord, maar het blijft moeilijk hangen in mijn hoofd. Maar, als het kind maar een naam heeft natuurlijk. Maar ja, je zult maar bij de bakker staan en er heeft iemand een QR-code bovenop de Payconic QR-code geplakt. En
je zou aan de verkeerde kunnen betalen. Ja. Het is maar een voorbeeld natuurlijk, maar ook dat ik start mijn presentaties heel graag met zo'n voorbeeldje. Dan zet ik in het begin een QR-code op de intro-slide, scan het even voor mijn profiel te bekijken op LinkedIn. En ze komen dan eigenlijk op een pagina die zegt van ja, dit had phishing kunnen zijn, je moet toch wel blijvend opletten. Ja, het is een kwestie van vertrouwen, hè. Dat zal altijd wel een moeilijk verhaal blijven, vrees ik. Ik denk dat dat een hele mooie is, vertrouwen. In cybersecurity, of het beschermen tegen een stukje trust as a service, ja. Ik denk dat jullie dat ook doen. Mm. Een stukje die trust as a service business eigenlijk in eerste en ook de klanten helpen beschermen natuurlijk. Ja. Ja, ik denk, het is een hele interessante wereld ook wel. Hè? Dat beweegt ook heel veel. Als jij vandaag advies zou kunnen geven, hè, voor je doet keynotes, wat zou zo het topadvies zijn dat je vandaag meegeeft aan bedrijven? Rekening houden met het feit dat het een heel technisch uitgebreid verhaal is, zijn er toch al een aantal stappen die je als leek kunt nemen. Stel dat je er echt niks van kent, maar je wilt toch wat veiliger door het leven gaan. Dan zijn kleine stapjes, zoals het opzetten, activeren van multifactor authentication, toch wel een van de eerste die je zou moeten doen. Er zijn vanuit de overheid tal van goede initiatieven lopend om bedrijven te begeleiden. Vanuit de federale overheid zijn er mooie trajecten die je kan doen, als ook vanuit de Vlaamse overheid. Flyo subsidieert daar ook wel heel veel in. Om bedrijven echt wegwijs te maken in heel dat verhaal. En dat zijn dan ook gespecialiseerde bedrijven die dan bij die klant komen. Ik denk aan initiatieven zoals Safe on Web. Die hebben een appje dat je kunt installeren. Dat notifieert u over scenario's als in er gaan heel veel brieven, sms'en of e-mails de ronden vanuit Proximus die u aanmanen om een openstaande factuur te betalen. Dat ziet er ook echt allemaal geweldig legitiem uit. Dus de kans om in de val te lopen is groot. Dus die app die informeert u daarover, over lopende campagnes die heel veel succes hebben. Die hebben bijvoorbeeld ook buiten heel wat lesmateriaal dat je zou kunnen gebruiken, een browser-extensie. Een browser-extensie als in de zin van, u bezoekt een site en dat zal dan een kleurtje aangeven of dat die site legitiem is of niet, groen of oranje of rood. Dat zijn eigenlijk heel kleine stapjes die je vandaag de dag al kan nemen. Ik denk dat daarbuiten ook cruciaal is om die eerste stappen te laten nagaan door u effectief te laten adviseren en bijstaan door mensen met kennis. En dan verwijs ik naar heel dat partnerlandschap dat we kennen. En integraal inzetten op veiligheid. Helaas bestaat 100% veilig niet. U stapt morgen in de wagen. U kan het zo veilig doen als dat u wil, maar er rijden ook nog andere wagens rond. Dus 100% veilig bestaat niet. Uw bedrijf is ook maar zo veilig als dat u een beste werknemer een slechte dag heeft. En voor dat restrisico moet je u verzekeren. Stef, dank u wel. Ik vond het fijn om u in de podcast te hebben. Ik vond het heel fijn om te komen. En aan de luisteraars, ik hoop dat jullie het ook interessant vonden. Als er nog vragen zijn rond cybercontract, kunnen jullie die altijd stellen. We zullen het zeker aan Stef bezorgen. Dankjewel, Maarten. Volgende week. Bye.